Bij winst vandaag stijgt Roda naar de 8e plaats. En dan komt het in punten gelijk met de ploeg van Henk de Jong, met Cambuur. Volle bak dus, hier in de Vliert. Den Bosch, 24 punten uit 12 wedstrijden. Winnaar van de eerste periode. Weliswaar uitgeschakeld dus in het bekertoernooi afgelopen woensdag door MVV. En vandaag dus zonder steunpilaar, sterkhouder Victor van der Bogert. De aanvoerder en centrale verdediger ontbreekt bij Den Bosch vanwege privéomstandigheden. Stan Maas is zijn vervanger, centraal achterin. En die staat voor het eerst in dit seizoen in de basis bij FC Den Bosch. Dat deed hij vorig seizoen overigens veel vaker. Startte voor Den Bosch. Maas van de Groot was niet fantastisch, maar komt uiteindelijk wel aan bij een ploeggenoot. Bij Burgering. Van Leeuwen. Burgering. En dat is meteen linkersoep. Ternauwernood weggehaald die bal door Niels Reusler. Eerste hoekschop voor Den Bosch. Vijfde minuut. Zwak uitverdedigd eigenlijk door Müller. Deze bal zit er bijna in, maar het levert toch nog een mogelijkheid op. Zo staat Roda ineens vol onder druk. En ontsnapt het tot twee keer toe aan een tegentreffer. Nieuwe corner dus voor Den Bosch. Jepar op de juiste plek, maar er kan toch nog geschoten worden. Door Mulders, de rechtsback. Gravenberg kan hier profiteren. Hij gaat er stevig in, maar de bal is voor de keeper van Roda. Voor Treichel. Gravenberg. En dan gaat Burgering alweer lopen aan de rechterkant. Goede trap ook van Gravenberg. Hier zit wat in voor Den Bosch. Burgering. Richting de verre hoek. Toch verwacht daar door Treichel. Burgering. Als hij aan de bal komt bij de thuisploeg gebeurt er meestal wel wat. Zoals deze steekpaas. Uitstekend gedaan. Bijna de overtreding. En uiteindelijk kan er uitverdedigd worden door Jepar. Mulders werd even getoucheerd. Maar hij gaat niet naar de grond. Daar is Den Bosch alweer. Vrije kopkans. En uiteindelijk overgeschoten door De Groot. Zo zijn de beste kansen absoluut voor FC Den Bosch in het eerste kwart. Oude Kotte speelt in. Tjoukour afgetroefd door Maas. Heeft het moeilijk, de spits van Roda. Geen buitenspel hier. Burgering, Gravenberg in positie. De keuze pakt niet goed uit. Bal valt er precies tussenin bij Gravenberg en Van Leeuw. Het is een wonder dat Den Bosch nog niet op voorsprong staat. Jepar. Linksback Müller. Bijna de tussenkomst van Mulders. Dit ziet er wel dreigend uit van de kant van Roda. Seedorf kan schieten. Seedorf probeert die bal in de linker bovenhoek te krullen. Maar eindelijk bijt Roda weer eens wat van zich af. Mulders. Nog niet verwacht die bal door Burgering. Tussenkomst Müller. Baten. Seedorf heeft hij bij zich. Tjoukour is voor het doel, net als Cediu. Als de voorzet een keer goed is, kan het echt gevaarlijk worden. Het is bijna een eigen goal. Dat scheelt niet veel. Baten was nu niet echt aanspeelbaar, al deed hij wel zijn best. Bal gespeeld door Beerte. En dan Roda nu wel met een kans. En bijna de treffer ook. Redding Mees Bakker. De inzet van Thiago Tjoukour. Vrije trap. Burgering.
Hendricks. Laros. Bal schiet door. Grote kans. En er moet een goal zijn. Maar daar is de redding. Wat een kans zeg voor Stan Maas. Traitjol kan de bal keren. Voorzet Mees Laros. Maas komt in balbezit als die bal slecht wordt verwerkt. En de bal gaat uiteindelijk niet door de benen bij Traitjol. Dit is de opening van Gravenberg op Burgering. Mooie paas. Burgering zelf, verre hoek. Oei, 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 wat een mooi doelpunt. Eindelijk is daar de openingstreffer voor FC Den Bosch. Je weet dat hij het gaat doen, want hij heeft het al zo vaak gedaan in dit seizoen. Byron Burgering. Weer lukt het hem. Oude Kotten. Dit ziet er goed uit. Schwerten, eerste kans. Oh, dat is een echte kans. Voor de invaller bij Roda JC, Joshua Schwerten. Pater komt vrij hier. Seedorf. Dat moet toch een keer wat op gaan leveren voor Roda. Seedorf speelt de bal te ver voor zich uit. Toch nog de kans en het doelpunt. Daar is de gelijkmaker voor Roda. De ruimtes werden al groter. Het doelpunt van Baten. En dan staat het gelijk in de vliert. Seedorf speelt de bal te ver voor zich uit. Maar die bal komt toch nog aan. Zo kan het soms gaan. Het moet soms ook een beetje meezitten. Roda speelt in deze fase soms met 5 aanvallers. Baten. Vrije man gevonden, dat is invaller Schwerten. En die schiet de bal recht op de keeper af. Wel een schot met overtuiging. En weer kan het middenveld vrij gemakkelijk worden overgestoken door Roda. Müller, Benjad Zauner, Baten kiest positie. Schwerten is daar ook. En hier Tjoukour. Weer een kans voor Roda om op voorsprong te komen. Djepar wordt wat in de rug gelopen. Extra tijd, minimaal 4 minuten. En Den Bosch is er vandoor. Met Burgering, Asjefai en Kotzebue. Ook Roda schakelt snel om. Burgering wil het zelf doen. Het is klaar in de vliert. En eindigt het tussen Den Bosch en Roda JC na een meeslepend gevecht in een 1-1 gelijkspel. Je maakt uiteindelijk een belangrijk doelpunt. Je zorgt voor de gelijkmaker. Hoe belangrijk is dat voor jou na die gemiste strafschop tegen Rijnsburgse Boys? Ja, wel een oplichting sowieso. Penalty is nog een paar keer in mijn hoofd gekomen. Maar zoals ik toen ook al zei, ik wil er niet een te groot ding van maken. Er worden honderden wedstrijden gespeeld op een weekend overal over de wereld. En er worden overal penalties gemist. En ik had hiervoor een perfect record in het profvoetbal met penalties. En dat dan juist die penalty misgaat, dat is dan misschien dan ook net het geluk waar ik het net over had. Dat dan ook net niet onze kant opvalt. Dus ik ben wel blij dat ik vandaag dan het team kan helpen met een doelpunt. Ja. David, is 1-1 een terechte uitslag? Nee, ongetwijfeld niet. Ik denk dat op basis van wat we lieten zien, vooral in de eerste helft, hadden we gewoon moeten winnen. We hebben 2 punten te weinig gekregen vandaag, maar dat is ook voetbal. Je maakt een geweldige goal vanavond, maar je zegt het al voordat we met het interview beginnen. Je had liever 3 punten gehad. Ja, natuurlijk. Ik kan ongelooflijk slecht tegen me verliezen of tegen een gelijkspel. Ik wil gewoon altijd winnen. Dus een goal is altijd lekker als aanvaller, maar ik wil gewoon 3 punten houden. Blijf je ook weer lekker bovenin meedoen. We staan er nog steeds heel goed op natuurlijk. Maar het is toch wel lekker geweest als je hem, zeker gezien de kansenverhoudingen. Zij krijgen ook nog wel wat kansen, maar we hebben ook wel aardig wat kansen gecreëerd. Als je hem toch gewoon over de streep trekt. Ja, waarom winnen jullie eigenlijk niet vandaag? Ja, omdat wij de 1 maakten en zij ook. Hoe voelt een 1-1 in de vliert? Ja, zei ik net in de kleedkamer. Gek genoeg heb er toch een beetje buikpijn van. Maar het is ook wat het is, dus... Ja, een van de koplopers, punt meegenomen. Maar je wil zo graag meer.